Hallo, mijn naam is Veronica en ik ben werkzaam in de juridische bibliotheek van de UvA. In deze kennisclip ga ik je uitleggen hoe je effectief kunt zoeken naar officiële publicaties en parlementaire documenten. Officiële publicaties zijn alle wet en regelgeving en verdragen die worden bekendgemaakt in de publicatiebladen van de overheid, namelijk de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Onder parlementaire documenten wordt verstaan kamerstukken, handelingen, kamervragen en agenda's uit de Eerste en Tweede Kamer. Op www.officiëlebekendmakingen.nl worden alle dagelijkse officiële bekendmakingen gepubliceerd. De stukken uit de Eerste en Tweede Kamer kun je vinden onder parlementaire documenten. Je kunt ook direct door naar uitgebreid zoeken via www.zoekofficiëlebekendmakingen.nl. Laten we beginnen met het zoeken van een wet, bijvoorbeeld de wet arbeidsmarkt zoals gepubliceerd in het Staatsblad. Ga via deze URL www.uba.uva.nl/jb naar de website van de juridische bibliotheek. Op de website van de bibliotheek zie je aan de rechterkant van het scherm onder het kopje databanken Legal Intelligence staan. Deze databank gaan we gebruiken. Je komt nu bij een inlogscherm. Klik op de rechterkant op Login WO HBO. Selecteer de UvA en log in op het verschijnende inlogscherm met je UvaNet ID. Na het inloggen kun je optimaal gebruik maken van deze databank. Legal Intelligence doorzoekt gelijktijdig overheidsinformatie en informatie van diverse uitgevers zoals Kluwer, SDU, BAM, etc. Je kunt daar onder andere literatuur, rechtspraak, wet en regelgeving en officiële publicaties mee vinden. We gaan zoals eerder gezegd met de juridische zoekmachine Legal Intelligence zoeken naar de wet arbeidsmarkt in balans, zoals gepubliceerd in het Staatsblad. Typ Wet arbeidsmarkt in balans in de zoekbalk van Legal Intelligence en druk op zoeken. Onderin het vlak van het eerste zoekresultaat Wet arbeidsmarkt in balans staat in de kleur rood het woordje overzicht aangegeven. Klik op overzicht. Het overzicht bevat een weergave van de parlementaire geschiedenis en wetswijzigingen met de Kamer dossiernummers. Open de link Staatsblad 2019-219. Je bent nu doorgestuurd naar www.officiëlebekendmakingen.nl en kunt in de kolom linksboven de authentieke versie PDF van de Wet arbeidsmarkt in balans openen. Zoek met behulp van Ctrl-F de wetswijziging van artikel 668a, de ketenregeling, op. We gaan nu de parlementaire documenten betreffende de wet arbeidsmarkt in balans opzoeken. Een belangrijk kamerstuk is de memorie van toelichting. Als je het doel van de wet wilt achterhalen, kan het handig zijn om de memorie van toelichting te gebruiken. We gaan de memorie van toelichting van de wet arbeidsmarkt in balans opzoeken in Legal Intelligence. Onderin het vlak van het eerste zoekresultaat wet arbeidsmarkt in balans staat in de kleur rood het woordje geschiedenis aangegeven. Klik op geschiedenis en verfijn je zoekopdracht door type kamerstukken aan te klikken in de linkerkolom. Verfijn vervolgens door type memorie van toelichting, ook wel de nummer 3 van een kamerstuk, aan te klikken. Open het document en zoek vervolgens met Ctrl-F de knelpunten op, die de regering had geconstateerd bij de toepassing van de ketenbepaling, die tot de wetswijziging van artikel 668a hebben geleid. Bezoek onze website www.uba.uva.nl/jb voor meer informatie over juridische documenten en of kennisclips. Op onze website vind je ook de onderzoeksgids Officiële publicaties voor een meer gedetailleerde uitleg.
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar jb-fdr@ufa.nl of volg ons op Facebook of Instagram of kom langs in de bibliotheek.